Het wordt steeds duidelijker dat de moord op de 18-jarige Eline uit Leiderdorp een crime passionnel is. Het meisje werd gisternacht doodgevonden op haar kamer in een studentenhuis in Leiderdorp. Haar ex-vriend zou haar hebben gedood en vervolgens zelfmoord hebben gepleegd. Onze verslaggever Renate Sonneveld staat in Leiderdorp. Renate, heel veel verhalen rondom de moord. Weet jij hoe de ex-vriend volgens die buurtbewoners is binnengekomen? Nou, ik heb gisteren uitgebreid gesproken met de huisgenoot van Eline. Ik ben overigens ook binnen geweest in het studentenhuis. En hij zegt dat het op een hele gewiekste manier is gegaan. Voor de volledigheid moet ik even zeggen dat Eline ongeveer een jaar een relatie heeft gehad met Alex. Dat is haar ex-vriend waar we het nu dan over hebben. Vrij kort geleden is dat uitgegaan. Afgelopen dinsdag blijkt Alex hier rondgehangen te hebben. Dat zegt althans de huisgenoot. Op een zeker moment heeft Eline gebeld naar haar moeder. Heeft verteld van nou hij is hier. Wat moet ik doen? En de moeder heeft gezegd van joh, wat je ook doet, laat hem niet binnen. En op het moment dat de postbode belde om een pakketje te bezorgen, heeft ze inderdaad ook niet open gedaan. De postbode is vervolgens naar de slagerij beneden gegaan. Heeft daar het pakketje afgegeven. Nou, Alex heeft dat vermoedelijk gezien, is vervolgens naar die slagerij toegegaan, heeft met een smoes dat pakketje bemachtigd. Met dat pakketje is hij weer naar buren om de hoek gegaan en ook weer een smoes gebruikt. Joh, ik heb mezelf buitengesloten, mag ik misschien via jullie tuin het huis proberen in te komen? Nou ja, goede buren helpen elkaar. Dus er is een ladder neergezet richting het dakterrasje wat er is. En daar komt een deur op uit. Via die deur is hij binnengekomen. Ja, en wat zich daar afgespeeld heeft, ja, dat is alleen maar gissen. Maar het resultaat is dat Eline dood gevonden is uiteindelijk. Vervolgens, volgens de huisgenoot althans, is Alex naar huis gegaan, naar Den Haag waar hij woont, en heeft hij de hand aan zichzelf geslagen. Overigens is het ook zo dat het verhaal van de buren ook door de buren aan ons bevestigd is. Alleen de politie kan dat nog niet doen, want ze zijn nog druk bezig met het onderzoek. Dankjewel, Renate Sonneveld in Leiderdorp.